What's up guys, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag is het eindelijk zover. We gaan aan de slag met Forza Motorsport, de nieuwe Forza Motorsport. We hebben er lang op moeten wachten, 5 jaar wel te verstaan. Gisteren heb je het misschien gezien, we hebben nog 1 keertje Forza 7 gedaan. Dat deden we op Spa, in een Ferrari. Simpelweg om te kijken, wat is nou het verschil tussen de vorige en de nieuwe Forza Motorsport? Dat gaan we dus vandaag opnieuw doen, op Spa, in een Ferrari. En voordat we dat gaan doen, wil ik je nog wel heel even vertellen, donderdagavond 12 oktober om 8 uur hebben we onze eerste online Forza Motorsport race. Heb je daar zin om mee te doen? Je bent van harte welkom. Xbox, PC, iedereen is welkom. Join dan even onze Discord. Dat kan via de link hieronder in de beschrijving. Of anders aan het begin van de video staat het rechtsboven. Oké, genoeg geluld. We gaan racen. Daar gaan we. We starten redelijk achteraan, zie ik. Bijna helemaal achteraan. Boel vette auto's om ons heen natuurlijk. Die BMW, daar ben ik echt verliefd op. Maar we komen goed weg. En dit is wel een dingetje trouwens met Forza Motorsport. Ik heb vaak genoeg dat een start, ook al is het tegen de moeilijkste AI, dat ze gewoon een erehaag voor je maken om langs te rijden. Zoals je nu net ook zag. Dat is een bug, kan niet anders. Maar dat moet wel gefixt gaan worden. De Ultimate Edition is nu uit. Dus niet op tijd helaas. Die moesten we bijna ontwijken. Terwijl we hier op P9 rijden. Nou, veel plaatsen goed gemaakt in elk geval. Deze moeten we toch nog helaas even voor ons laten gaan. Je ziet al gelijk wel wat verschil natuurlijk met de gameplay van gisteren van Forza Motorsport. Het is een stuk contrastrijker, even wat harder contrast. Dat is niet per se beter of slechter, maar daardoor oogt het misschien wat scherper. Maar dit oogt wat realistischer, maar daardoor wel wat meer flats. En ik heb al gezien online, niet iedereen is er evenveel fan van. Ik moet zeggen, wanneer je direct met elkaar vergelijkt, ja, het verschil is af en toe wel groot. Maar, wanneer je eenmaal hier gewend aan bent, dit is wel een stuk beter hoor. Naar mijn mening althans. Zoals ik al zei, we spelen op de Xbox Series X. Dat heeft simpelweg mee te maken, de PC-versie, die doet het niet bij mij. En hij start wel op. En sterker nog, ik kan vlekkeloos benchmarks draaien. Dat is geen enkel probleem. Maar zodra ik een race begin, ik haal 20 tot 40 fps. En dat maakt letterlijk niet uit welke instellingen ik aan heb staan. Of dat nou ultra settings zijn, of dat nu low settings zijn, DLSS op ultra performance. Maakt allemaal niks uit. Ik krijg exact dezelfde performance. En er schijnen ook niet altijd alle menu-instellingen op te slaan, opgeslagen worden, laat ik het zo zeggen. En dat is gewoon een bug, terwijl ik hier volledig de laatste bocht mis. Nou, in ieder geval geen penalty. Nou, hij onthoudt niet alle menu-instellingen, dus ja, dat duidt toch gewoon op iets dat niet goed staat. Ik heb er helaas nog geen fix voor. Jasper heeft de game wel op PC gespeeld, die had geen enkel probleem. Dus wellicht dat het iets specifiek met mijn setup te maken heeft. Ik heb geen idee. Maar helaas, ik heb het nog niet kunnen checken. Dus terwijl we heel even van cam switchen. Ik denk dit is toch wel een fan favorite. Ik zie veel simcoureurs hiermee rijden. Dit is niet mijn favoriet, ik zal mijn favoriet straks ook heel even laten zien, met dit rondje. We lijken toch iedere keer wel wat dichterbij te komen. Om vervolgens weer hopeloos op afstand te worden gezet. Ik hoop toch nog wel iets verder naar voren te kunnen doorstoten. Misschien moeten we iets meer risico nemen, maar hier af en toe al een beetje op mijn tandvlees. Dus het gaat nog wel lastig worden. Vooral
Deze bocht vind ik erg lastig met de controle. Maar we blijven binnen de racelijnen. Dat is mooi. Kijk. Gaan we hem niet pakken? Nee. Net, we komen net tekort. Hey, hallo. Ik zit hier. Dat is ook nog wel een dingetje met de AI. Ze zijn af en toe stekenblind. En dat wil zeggen dat ze soms op je insturen. Alsof ze niet weten dat je naast ze zit. En ook al maken ze contact, ze blijven gewoon doorsturen. Nou, even kijken. Nu redden we hem wel. Kijk, wat gewoon. Dit is natuurlijk de cam waarmee ik rij in Gran Turismo. Nog steeds niet mijn favoriet. Die krijgen we zo. Die bewaar ik voor het laatst. De bumpercam. Ja man, hier ben ik mee opgegroeid. Voelt een beetje gek. En als je ook te dicht bij je scherm zit, word je wellicht een beetje autoziek. Maar ik kan er vooralsnog wel mee overweg. Terwijl we hier eenzelfde Ferrari inhalen. Ik geef meer dan genoeg ruimte aan de rechterkant. Want ik weet als ik ook maar een klein beetje naar binnen stuur, raken we elkaar. Game, bij launch 500 auto's, nou dat is echt meer dan genoeg, kan ik je vertellen. Ik denk niet dat meer per se beter is. De selectie is tof, goede selectie aan auto's en ook qua banen, er zijn er nu 20. En voor het motorsport zaten er in totaal 32 geloof ik. Natuurlijk ook nog met een aantal variaties daarbij, dus ik denk dat je hiermee op launch wel mee uit de voeten kan. En uiteraard zullen er ook nog via DLC genoeg andere tracks gaan verschijnen. Volgens mij is de eerstvolgende Nordschleifer. Die zit er niet in bij launch, maar die krijgen we wel zeer binnenkort. Ik ben me er niet op vast wanneer dat precies is, maar... Terwijl we de nummers 1 en 2 hier voor ons zien. En wij een penalty hebben gekregen. Dat is niet best. Bijna een seconde ook. Dus, ik vond het nogal zwaar. Ik had niet het idee dat we de voordeel uithaalden, maar laten we extra voorzichtig doen. Nog 2 rondes te gaan. Gaat het denk ik nog wel heel lastig worden om deze 2 bij te halen. En hier kiezen we even voor de Chase Cam natuurlijk. De auto is bijzonder gedetailleerd. Ziet er echt prachtig uit. Dat is een Ford, volgens mij een Ford GT die voor ons rijdt. Werkelijk een prachtige auto. Misschien wel de mooiste auto in game. Ze nemen we op zich nog wel lekker. We lijken wat dichterbij te komen. Of we op tijd kunnen aanhaken. In ieder geval een podiumplek. En daar proberen we nu voor te gaan. Dat lijkt wel te gaan lukken. De derde positie die hebben we ferm in de hand. En hier gaan we richting P2. Gaat dat lukken? Ja, zeker. De GT ging iets eerder op het gas. Maar wij hielden de binnenkant natuurlijk. De game is volgens Turn 10 Studios van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Vooral het physics systeem is flink op de schop gegaan. Veel meer detail daarin.
48 keer meer detail, als we de marketingteksten mogen geloven. In hoeverre we dat met de korrels zout kunnen nemen, dat durf ik je niet te zeggen. Maar een verschil merk je wel. Het voelt nog wel steeds heerlijk als Forza. Forza heeft echt, net zoals Gran Turismo dat ook heeft, een eigen feel. Een hele kenmerkende feel. Dat we weer een penalty gaan krijgen. Hier denk ik wel. Oh. En nog een seconde erbovenop. Zoals je ziet, ze zijn bijzonder streng. Wederom geen voordeel uitgehaald. Maar dat doet er niet toe. We krijgen hem toch... toch op ons plaatje gepresenteerd. Dit is mijn favoriete manier om te rijden voor zo'n motorsport. Wel achter het dashboard, maar niet met een stuur in beeld. Je ziet hier naar mijn mening nog genoeg. En vanwege het dashboard is het toch nog immersive. Nou, gaan we nog één keer een poging wagen. We kunnen veel verschil maken hier bij El Rouge, dat weet ik. Kijk, want ze... We remmen daar over het algemeen vrij hard, maar dan moet ik hier wel binnen lijns kleuren. Dat is tot nu toe gelukt. Nu slipstreamen. En dan, als het kan, 1,8 seconden wegrijden. Maar dat gaat wel een hele uitdaging worden. Maar uitdagingen, daar houden we van. Dat hoort bij de race natuurlijk. Oké. Alles kan. Nou, we lijken toch wel wat afstand te creëren. Deze was wel redelijk goed genomen. Al zeg ik het zelf. Dit kan een stuk beter, maar we zijn er nog. Ik durf niet achterom te kijken. En hier moeten we echt oppassen dat we niet weer een penalty pakken. Nou, ik weet niet of het gat 1,8 is, maar... Er is wel degelijk een gat. Nou, dat zou kantje boord gaan worden, maar... Moeten we niet hier het gaan verpesten natuurlijk. Ik denk net niet genoeg. Toch wel? Eerste geworden! Ja, het is gewoon gelukt, jongens. Het is gewoon gelukt. 2 penalties wel. 2 seconden bijna aan de broek. Maar we did it! Niet alleen het podium gepakt, maar gewoon de race gewonnen. En dit was Forza Motorsport, jongens. De nieuwe Forza Motorsport. Natuurlijk vanaf vandaag de Ultimate Edition te spelen. Vanaf 10 oktober kan je hem ook gewoon op Game Pass oppikken. En ik hoop je vooral op 12 oktober te zien. 12 oktober, ik haal het nog maar even. 12 oktober om 8 uur in de avond. De eerste Forza Motorsport online race. Schrijf je in. Dat kan je doen via Discord. Join dan ook onze Discord. En de link staat in de beschrijving. Of als je helemaal naar het begin gaat van de video. Zie je ook rechtsboven in de notificatie verschijnen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je dit een leuke video vond. Of te abonneren. En dan check ik jullie later. Bye!